Al meer dan 15 jaar een absolute topper in het reisaanbod van Terbeekreizen. Ik neem u graag mee naar een prachtige omgeving die rijk is aan natuurschoon, dichte bossen, glooiende heuvels, diepe dalen en indrukwekkende rotspartijen en rivieren. En dit alles niet eens zo heel ver van huis. Ik wil u graag kennis laten maken met de stad die ook wel het Florence aan de Elbe wordt genoemd, Dresden. Dresden, gelegen aan de rivier de Elbe, is een wereldstad, maar wat ik bijzonder vind is dat de stad nog steeds veel rust en daarmee charme uitstraalt. Dresden en het wonderschone natuurgebied de Saksische Schweiz zijn dé ingrediënten voor een onvergetelijke reis. Samen met onze Nederlandstalige gids neem ik u graag mee voor een bezichtiging van deze wereldberoemde renaissance- en barokstad en haar architectonische meesterwerken. Natuurlijk mag tijdens deze reis een boottocht over de Elbe niet ontbreken. Vanaf Dresden varen we langs de vele imposante Elbekastelen en de eerste zelfdragende staalbrug, Das Blaues Wunder. De boottocht eindigt bij Schloss Pilnitz, voormalig zomerresidentie van de Saksische koningen. We bezoeken het bijbehorende Schlosspark voordat we met de touringcar de prachtige Elbevallei en het Elbsandsteingebirge doorrijden op weg naar de wildromantische Bastei. Een werkelijk imposante rotsformatie die u een schilderachtig uitzicht biedt over de 200 meter diepe gelegen Elbevallei. Ook maken we tijdens deze reis een dagtocht naar de 13e eeuwse vesting Königstein, welke ligt op een 360 meter hoge tafelberg. En 's middags rijden we naar de poort van de Saksische Schweiz, Pirna. We rijden hiervoor door de wonderschone natuur van de Saksische Schweiz. En ik waar me dan iedere keer weer in Zwitserland. Prachtig! Tijdens deze afwisselende reis mag een bezoek aan Meissen, bekend van het witte goud, het Meissener porselein, niet ontbreken. In de werkplaats kunt u zien hoe het wereldberoemde porselein wordt vervaardigd en in de showhallen kunt u genieten van de 300-jarige geschiedenis van Meissener porselein. Aansluitend heeft u wat vrije tijd in het wijdstadje Meissen, waarna we terugrijden richting Dresden, waar ik u nog graag meeneem naar de Panometer. En de Panometer is een werkelijk gigantisch doek van 27 meter hoog en 100 meter lang. We verblijven deze 6 dagen in het uitstekende 4 sterren Dorint Hotel, 1 straat verwijderd van de historische Altstad. Naast de gezellige frisse ontbijtruimte, inclusief dakterras, beschikt het hotel over een stijlvol restaurant en loungebar, maar ook mag u gratis gebruik maken van de faciliteiten zoals zwembad, sauna en de stoombaden. Kijk voor het complete programma van deze reis op onze website of in onze reisgids. Ik zie euch gern wieder. Tschüss! Waarom kiezen voor Terbeekreizen? U betaalt bij ons geen aanbetaling en reserveringskosten. Alle beschreven excursies en entrees zijn inclusief, dus geen verrassingen ter plaatse of achteraf. U verblijft in de betere hotels. Ruime, comfortabele zitplaatsen in luxe touringcars. In- en uitstap in de regio Twente. Zonder overstap naar uw vakantiebestemming. Financiële zekerheid. Wij zijn al jaren lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. En bij een negatief reisadvies geven wij geen onduidelijke foutjes, maar ontvangt u binnen een week uw geld terug. Eerlijke klantbeoordelingen via klantenvertellen.nl. Terbeekreizen. Uw reis in vertrouwde handen.